Meneer Boldewijn, hopelijk hebt u een fijn weekend gehad. We zitten in een nieuwe week en we hopen natuurlijk dat deze week niet met zich zal meebrengen de vele berichten over de criminaliteit. We hebben gemerkt dat er steeds meer gevallen ons bereiken waarbij mensen uit hun slaap, midden in hun slaap wakker worden, geschopt. En dat criminelen, het lijkt erop alsof ze vrij spel hebben. Wat is uw commentaar? Bent u van mening dat er gericht gewerkt wordt aan het tegengaan van de criminaliteit, van de criminelen? Ja, nou het is zo dat u hebt in feite één categorie van criminaliteit aangehaald. Hè? Waarbij de criminelen niet voorschromen om helemaal in huis van mensen te gaan. Of voor de deur te staan wachten wanneer iemand thuis komt om die man te beroven en af te ranselen. Dat is één categorie van criminaliteit. Maar je hebt de andere criminaliteit. Dat is van die cocaïne rommelt of die wapen. En dat is een nog grotere criminaliteit, want dat legt een smet op Suriname. Suriname gaat daardoor in de wereld doorgaan voor een crimineel land. Dus wanneer we praten over criminaliteit, moeten we een aantal categorieën onderscheiden. Kijk, die kwestie van die criminaliteit waarbij mensen worden beroofd enzovoorts, die heeft ook weer een ander aspect. En dat is namelijk van de jongeren, de jeugd, jeugdcriminaliteit. En de vraag die ik mij heb gesteld, wanneer ik dus de kranten zo lees, waarbij kinderen, jonge mensen elkaar beschuldigen en allerlei toestanden doen, hetzij op school of na school, dan vraag ik me eigenlijk af of de regeringen van toen geen maatregelen hebben genomen die maken dus dat de kinderen de school niet meer zien als een school, als een opleidingsinstituut, want daar gaat het om. Als je de school niet meer ziet als een opleidingsinstituut waarbij je iets moet gaan leren, dan ga je die school gebruiken voor al dat soort toestanden waarbij je conflicten die je misschien jarenlang hebt met een andere collega van school, die ga je dus toch wel moeten uitvechten enzovoorts. De regering heeft bijvoorbeeld in de loop van de tijd het godsdienstonderwijs afgeschaft op de scholen. Ik weet niet of je dat weet, maar en vroeger, als klein jongen, had ik ook, 's morgens had ik dus godsdienstonderricht of onderwijs, waardoor je toch wel de normen en de waarden van het leven kreeg, vanaf het begin van school. En als je dus 's morgens op school kwam, dan had je dus een soort meeting op het erf, waarbij gezongen werd en werden allerlei christelijke liederen gezongen. Waardoor je toch wel in de loop van de tijd, terwijl je op school was, deze zaken in gedachten hield. Tegenwoordig gebeurt het niet meer. Ik weet niet of er nog andere maatregelen zijn genomen hoor, in de loop van de tijd. Die maken dus dat de school minder een opleidingsinstituut is geworden, waarbij je normen en waarden, doelen, verwachtingen overdraagt aan de kinderen. Dus dat is ook weer een ander aspect, een ander sector van die criminaliteit. Maar ik moet zeggen, dit wat wij meemaken doet Suriname geen goed. Omdat wanneer we proberen om zeg maar mensen vanuit het buitenland hier te interesseren voor Suriname, en allerlei mooie verhalen vertellen via televisie en noem maar op, social media over Suriname, hoe mooi Suriname is, vooral in het binnenland, hoe wat je allemaal kan meemaken in Suriname, wanneer de mensen hier komen en ze worden verrast, onaangenaam verrast door die criminaliteit, dan komen ze hier in Suriname niet meer. En dat betekent dus dat we ook weer een heleboel verlies zullen hebben aan financiële middelen om dit land op te bouwen. Als je vandaag op straat rijdt en kinderen gaan naar school, zien ze allemaal met een of andere witte koord aan hun oor. Dat wil zeggen dat de gedachtegang, de oriëntatie op het studeren op school er niet is. Wat die persoon wil hebben, is gewoon interesse voor andere
dingen die via de media naar binnen stromen, social media. Dus dit zijn zaken die we goed moeten bekijken. Voor wat betreft dus die criminaliteit waarbij mensen gewoon in hun huis worden aangevallen, dat is een kwestie van de politie. Wanneer verwacht je de mensen niet onmiddellijk opsporen en aanhouden en opsluiten, dan ga je dit soort dingen krijgen. Want de mensen hebben ook een eigen organisatie. En wat ik zeg is dat criminaliteit een wetenschap is geworden. De mannen proberen altijd jou voor te zijn. Meer kennis dan jij te hebben. Dus wanneer de politie bezig is, laat ze daarmee rekening houden. Verwacht u meer patrouilles van de politie? Wat zou u exact aan de bewindsman op Juspol willen voorstellen? Nou, ook al zou je meer politiemensen hebben voor patrouilles en controles. Nou, ik dacht dus dat wat ik de laatste keren gehoord heb van de minister, is dat hij inderdaad meer mensen zou zetten. Ja, maar als je meer mensen moet hebben, dan moet je ook meer mensen kunnen introduceren. Althans, je zal meer mensen moeten hebben in jouw organisatie. En je zal ook de middelen moeten hebben voor deze mensen om hun werk op een behoorlijke manier te doen. Maar wat ik begrijp is dat de middelen er niet zijn of minder zijn dan datgene wat noodzakelijk is voor het effectieve, efficiënt uitvoeren van het werk. Dus al dat soort zaken, en die moeten dus toch wel goed worden bekeken hoor. Want je kunt niet alleen maar babbelen met je mond, maar in feite als je de werkelijkheid gaat bekijken, zie je toch wel iets anders. Vooral, we praten nu over criminaliteit, maar wat about die verkeerscriminaliteit? Dat is ook een ander sector van die criminaliteit. Men houdt zich niet aan de regels van het verkeer. Iedereen rijdt volgens zijn eigen regels. Dat heb ik zelf meegemaakt, maar als ik niet voorzichtig was, had ik een ongeluk gehad. Of mijn wagen was kapot gegaan. Het zijn dus allemaal zaken die je moet bekijken. Criminaliteit heeft verschillende sectoren, verschillende aspecten die je goed moet bekijken. En wanneer het gaat om de politie moet weten dat hij, de organisatie, voortdurend zich moet laten scholen. Omdat die criminaliteit in feite uitspreidt, beperkt zich niet tot één land, maar verdwijnt van één land of gaat van één land naar een ander land. Betekent dus dat de kennis over criminaliteit zich niet beperkt tot één land, maar over verschillende landen. En dat is een internationale aangelegenheid geworden. En internationale zaken moet je internationaal gaan aanpakken. Dus dat is mijn visie over deze zaak hoor. Ja, maar koppelt u die criminaliteit zoals velen dat doen aan de economische situatie? Er wordt gezegd, sma epina, en dat zorgt ervoor dat die crime een opwaartse trend vertoont. Luister naar mij, Mati. Ik heb in het verleden in een situatie gewoond waarbij mijn ouders niet bemiddeld waren. Ik heb situaties gezien waarbij, net zoals vandaag, kinderen met moeite ook iets konden eten en zo. Maar die criminaliteit was er niet. Die criminaliteit heeft niet alleen te maken met één factor, het zijn verschillende factoren die meewerken aan het zich niet houden aan regels. Het zich niet onderwerpen aan gezag. Het zich niet onderwerpen aan normen en waarden. Maar als op die school de indruk wordt gewekt dat normen en waarden niet relevant zijn, dan begrijp je wat er gebeurt toch. Ik weet niet precies in welk jaar die kwestie met betrekking tot het elimineren van godsdienstonderwijs op scholen was opgeheven. Maar ik zou het weer willen invoeren. Deze situatie waarin we zitten vraagt en vereist dit soort zaken nu. Omdat je via het christelijk en het religieus onderwijs toch wel deze zaken kon temporiseren. Kon elimineren misschien niet, maar je zou ze toch wel kunnen verzachten. Omdat men toch wel rekening gaat houden met een hogere eenheid, een hogere macht die ons allemaal geschapen heeft en gelijk gemaakt heeft als mens.
waar je rekening mee moet houden. Maar als je dus geen rekening houdt met die hogere macht en je gaat doen wat je wil omdat jij vindt dat jij de macht hebt, dan krijg je dit soort zaken, ja. Dus laat me daar rekening mee houden. Voelt u zichzelf veilig? Ja, veilig, ja. In die zin dus dat je natuurlijk de nodige maatregelen treft. Voor het geval dus dat je niet thuis bent. En de mogelijkheid dat iemand zomaar binnenkomt en je huis breekt. En als je s'avonds naar bed gaat, dat je huis goed wordt afgesloten. Daar hou je rekening mee. En ik geloof dat iedereen daar rekening mee moet houden. U weet, in sommige buurten hebben dus ook een soort buurtwacht. Volgens u ook de criminaliteit kunnen helpen bestrijden als in haast elke buurt zo een buurtwacht in de grond gestampt zou worden? Nou, ik heb gemerkt dat ook wij hier in de buurt hoor, een buurtwacht hebben, maar op een gegeven moment weet je niet of dat ding bestaat. Omdat de mensen niet permanent op één plaats blijven. De mensen die deel uitmaken van die buurtwacht, die verhuizen van de ene naar de andere plaats. Dus op een gegeven moment zie je dus eigenlijk, je hoort wel van een buurtwacht en je ziet dus dat buurtwacht ergens geschreven staat. Maar hoe dat ding eruit ziet, I don't know. En soms hoor je helemaal niets meer. Goed, laat u goed op uzelf, meneer Boldewijn. Dank u wel voor dit interview. Oké, ja. Dank u.